Heer Jezus, wilt u het eten zegenen? Amen. Ik vind geloofsopvoeding echt heel ingewikkeld. Hij kruipt door struiken met prikkels. Oh nee! Oh nee, kijk! Je kan je kind zelf geen geloof geven. Nee. Ga niet. Je kan je best doen. Ja. Maar het is, weet je, als je een kind een taal niet aanleert, gaat het die taal ook niet spreken. Wat gebeurt er nou met Simeon? Dat is echt gek, hè? Zo'n camera. Mijn jongste is 2 jaar oud. En mijn oudste is 8, die zit nu op school. Ja, en ik vind geloofsopvoeding echt heel ingewikkeld. Ja. Ik ben christen. Ik geloof in Jezus en ik geloof in God. En dat is natuurlijk ook iets wat ik mijn kinderen mee wil geven. Met vallen en opstaan. Want het is ons nooit gelukt om echt, wat je wel eens ziet, zo'n heel volwassen huishouden te creëren. We hebben geen structuren. We zeggen wel eens, oké, we gaan 's avonds de Bijbel lezen. We doen het gewoon weer. Na het eten gaan we de Bijbel lezen. En dan lukt het een paar weken en voor je het weet zijn we het weer vergeten. En het enige wat we wel echt elke avond doen is bidden. Maar ook dat, moet ik eerlijk zijn, is soms dat je zo moe bent dat je denkt, oh, die rushen we er ook even doorheen. Dus ja, het is echt niet perfect, onze geloofsopvoeding. Bidden bijvoorbeeld. Ja, zo gaat dit bij ons dus, hè? Simeon, doe je handen samen. Zeg maar, Heer Jezus, wilt u het eten zegenen? En bij ons zijn deze middag. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Gaan we een boekje lezen? Ja. Ja? Van de schaap? Bé. Ja, bé. Heel goed, hè? Het zit zo'n leuk boekje. Ik kan het echt aan iedereen aanraden. Het heet De 8 verhalen van Jezus. Het is gewoon heel grappig geschreven. Deze boer heeft wel... Bij 100 schapen, hè? Oh, wat is er aan de hand? Oh, nee. Er is een schaap weg. Oh, nee. We zijn niet geheimzinnig over wat we geloven. En ik hoop dat Simeon daar ook wel iets van meekrijgt. En Ezra ook. Dat als ik niet lekker in mijn vel zit of er is iets dat... Jaap dan zegt, nou, daar gaan we dan even voor bidden. Of gewoon in gesprekken over hoe wij denken dat God is. Of wat ons verwondert of verbaast aan God. Of waar we moeite mee hebben. Dat zijn ook gesprekken die ze allemaal meekrijgen. Kijk, de boer gaat zoeken. Hij kruipt door struiken met prikkels. Oh nee! Oh nee, kijk! Maar hij geeft niet op, hè? Kijk, schaapje. Hyper de piep. Ah. Hoera, de schaapjes zijn weer, we zijn helemaal blij, want de schaap is weer terug. Hey Rachel, nou bid je hier thuis met je kinderen en je leest ze voor. Maar wat krijgen jouw kinderen van het geloof mee buitenshuis? Ik bedoel, moeten ze wel eens mee naar de kerk of iets? Wij zitten nu een beetje in between churches. Maar wij gaan wel, dat is in ieder geval wel de regel dat we op zondag naar de kerk willen. Lukt niet altijd, want vaak slapen we een beetje uit en eten we dan croissantjes. En dan luister ik een preek en Jaap een preek los van elkaar, weet je wel. En dan gaan die kinderen naar een bijbelfilmpje kijken. Dus we proberen altijd wel iets te doen. Maar we willen wel elke week naar de kerk. Of tenminste in ieder geval twee keer in de maand, dus om de week. En de kinderen die moeten nu nog wel mee, ja. Mijn geloof in Jezus geeft mij rust en vertrouwen en... Het geeft me iemand tegen wie ik kan praten en dat gun ik mijn kinderen ook allemaal. Geloof in de opvoeding van mijn kinderen, hoe dat vorm krijgt, oh man. Mijn kinderen zijn van jongs af aan altijd meegegaan elke zondag naar de kerk en gingen daar naar de zondagschool. Dus die hebben een hele gelovige opvoeding gehad. Het geloof doorgeven gaat, als ze jong zijn, eigenlijk heel vanzelfsprekend. Maar als ze ouder worden, dan merk je dat ze uiteindelijk ook gewoon echt hun eigen keuzes moeten maken. En dat je dan voor een heel belangrijk deel het ook moet loslaten. Ik wil eigenlijk dat mijn kinderen Jezus en de Heilige Geest als hele reële aanwezigheden in hun leven ervaren. Het begint dus met dat het voor mij, als het dat voor mij niet is, hoe kan ik het hun dan leren? En dan hoop je dat je ze op een goede manier bent voorgegaan. Maar ze moeten wel zelf hun eigen keuzes maken. En dat is heel veel loslaten. Thijs, de hele dag krijg ik al vragen naar mijn hoofd over hoe ik mijn geloofsopvoeding invul. Nou, jij hebt oudere kinderen als het goed is. Jij hebt er 3, hè? Ja, ik heb 3 kinderen. Kan jij mij iets wijs vertellen over hoe jij het hebt aangepakt? Nou, dat wil ik wel doen, maar ik vind het meteen hartstikke link. Want ik weet helemaal niet of ik het goed gedaan heb. Ja, maar je moet altijd naar de vruchten van de boom kijken. Hoe zijn jouw kinderen geëindigd? Ja, top. Als atheïsten? Nee, mijn kinderen zijn gelovig. Oh ja, nou.
Dus, en daar ben ik heel blij mee. Maar er is niet een eenvoudig recept of zo. Dat bestaat niet. Geloof ik niet in. En hoe oud zijn jouw kinderen nu? Ik heb een zoon van 21, een dochter van 18. Er zijn dus twee volwassenen en een dochter van 13. En die dochter van 13? Ja. Wat moet zij nog allemaal bij jullie thuis? Nou, als het gaat over geloof, we gaan naar de kerk zondagochtend. En ja. We bidden voor het eten en voor het slapen en dat soort dingen. Ja, en dat doe je gewoon aan mee als je bij ons woont. Ja. Daar gaan we ook niet heel uitgebreid over discussiëren. Ik bedoel, of ze nou zin heeft of niet, we gaan gewoon naar de kerk. Ja, en ik mag best zeggen dat je geen zin hebt, maar we gaan toch. Net als dat je niet naar bed wil, ja, ga toch naar bed, want je moet morgen weer naar school. Als je de hele dag wil snoepen, mag niet. Er zijn gewoon een aantal huisregels. Ja, ja, nee, dat vind ik super interessant. Dat hadden wij namelijk ook thuis. En eigenlijk vind ik dat dat ook heel gezond is. Maar weet je wat ik zo lastig vind? Om überhaupt mezelf aan die regels al te houden. Het is zo makkelijk om op zondag gewoon niet naar de kerk te gaan. Hebben jullie dat in het begin van jouw huwelijk, was dat lastig voor jullie? Nee, dat doen we gewoon, ja. En daar gaan we ook niet elke week over beslissen. Als je dat elke week een beslissing van maakt, dan wordt het ingewikkeld. Als je gewoon zegt, dat doen we gewoon, dan hoef je er ook niet over te praten. Die oudste twee, gaan die nog naar de kerk? Ja. Ja, gelukkig wel. Wauw. Ja, vind je dat mooi? Supermooi. Okay. Ja, natuurlijk, dat hoop je. Ja. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld, daar ben ik ook wel benieuwd, mijn kind, Esra. Kijk, voor mij kwam geloven best wel natuurlijk. Maar ik merk ook met mijn zoontje dat hij meer een jongen is van het hoofd. Die stelt al best wel ingewikkelde vragen. Okay. Die heeft eigenlijk niet zoveel zin om te bidden. Het is heel erg zoeken naar wat past bij iemand. Welke geloofstaal spreekt jouw zoon, Esra, dan? Twee van mijn kinderen vinden het heel leuk om naar Frankrijk te gaan, naar Tessé. Dat is een klooster waar protestant en katholiek samen... Dat vinden ze prachtig. Ja, ik kwam daar nooit. Ik was er nooit geweest. We hebben ze wel gestimuleerd om erheen te gaan. Dat vraagt van jou dus ook een bepaalde flexibiliteit. Ja, natuurlijk. Want ja. Misschien herken jij... Ja, je zegt het nu ook. Ik kende het helemaal niet toen zij erheen gingen. Nee. En misschien gaan ze wel op een hele andere manier geloven dan ik. Ja, daar ga ik op voorhand niet moeilijk over doen. Ik ben al lang blij als ze op een of andere manier het geloof vinden. Dus ja. Maar vind jij het ingewikkeld als je kind christelijk opvoeden? Nou, ik maak me wel zorgen over... dat ik dus niet zo goed ben in die vorm of die afspraken. Uiteindelijk is geloof is het relatie met Jezus. Dus als ik heel erg naar mijn hart en mijn emoties zou luisteren... zou ik niet meer naar de kerk gaan. Echt niet? Maar in de diepere lagen zeg ik dan tegen mezelf... nou, hier ben ik dus helemaal niet mee eens. Maar kijk, bij mij wordt die relatie heel erg gevoed in de kerk. Dat is waar ik het meest van God merk. Waar gebeurt dat bij jou dan? Waar merk jij iets van God? Of waar hoor je iets van God? Of waar word je wijzer over hoe je moet leven? Ja, dat is dus bij mij in de auto. Op weg naar werk, dan zet ik worshipmuziek op. Dan luister ik naar iemand die een Bijbel voorleest. Of een deel uit de Bijbel. Of ik luister naar een goede preek. Daar merk je jouw kinderen natuurlijk niks van. Nee, nou dat is ook lastig. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja. S'avonds als ik in mijn bed de Bijbel lees, dan merken ze ook niks van. Nee. Je kan je kind zelf geen geloof geven. Nee. Ga niet, je kan je best doen. Ja. Maar het is, weet je, als je een kind een taal niet aanleert, gaat het die taal ook niet spreken. Dus nee. Dat is een beeld van Herman Finkers wat mij altijd wel aanspreekt. Als je religieus analfabeet bent, als je nooit iets hebt nagedacht over wat het is of hoe je erover zou moeten praten, dan ga je het niet vanzelf praten. Dus ik zie het als mijn taak om hen die taal aan te leren. En of ze die taal later willen spreken, is aan hen. En dus, wij sturen ze ook naar alle clubs van de kerk die er zijn. En catechisatie, voor zover dat er is. En we sturen ze overal heen. Als ze echt niet meer willen, houdt het op. Maar die hele dat is ook een community om zich heen te krijgen. Ja, die community is echt super. Is nog belangrijker dan voor ons, voor mij op mijn leeftijd. En voor jou op jouw leeftijd, als dat een hele andere leeftijd is. Maar ik denk dat dat altijd geldt. Ja. Als je dat niet hebt, nou ja, dan zijn er ook weer mensen die zeggen, je kan toch in je eentje... Lijkt mij heel lastig, helemaal in je eentje. Oké, maar jij zegt dus, wees een beetje relaxed. Komt ja, aan de ene kant, wachten. Over de uitkomst moet je relaxed zijn, want die heb je niet in de hand. En ik zou wel mijn best doen om ze zo op te voeden dat ze de meeste kans hebben om God te vinden. En dat zit hem in alle kleine dingen. En het zit hem ook heel erg in laten zien hoe je dat zelf dan doet. En niet zelf een heel raar leven leiden terwijl je ze iets anders meegeeft. Dat moet een eenheid zijn. En dan maar hopen dat het landt en bidden. Mensen zijn gewoon verschillend en doen het op manieren die bij ze passen. En dat is het belangrijkste, denk ik. Dat je het op een manier doet die ook een geloofsopvoeding of überhaupt opvoeden. Dat je het op een manier doet die authentiek is. Maar ik hoop heel erg dat ze wel een relatie met Jezus krijgen. Dat lijkt me vreselijk als dat niet zo is. Dat moet ik dan ook respecteren. Maar die hoop heb ik wel heel erg voor mijn kinderen. Amen. Amen.
Amen. Woehoe! Nou, het is vrijdag, 2:50, dus het is pappadag. En dit is altijd een drukke dag, want Juna moet nog naar gitaarles, Tom die moet nog naar turnen. Dus het is alle bal in de lucht houden. Je band met je kinderen, dat is natuurlijk iets wat iedereen wil. Ja, maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat het soms ingewikkeld kan zijn. Ja.